De Italiaanse nationale ploeg liet na hun nederlaag een ravage achter in de kleedkamers. Dat topvoetballers viespeuken zijn, dat weet poetsvrouw Bianca al langer dan vandaag. Goh, dat die nou zo lelijk doen over die kleedkamer van de Italianen. Ik verstond dat niet. Ja, voetballers zijn varkens, dat weten we toch allemaal. Zeg ik al 15 jaar vaste poetsvrouw van ons nationaal elftal. Wel, vond je dat in feite peanuts door bij de Italianen in vergelijking met wat ons deuveltjes daarvan achterlaten. Oh, oh. Riekt het al? Dat is de geur van de overwinning. En ook een beetje van een Daniel. De Daniel, je riekt hem al van buiten. Verstaat. Waar riekt er hierna zo voort? Oh, joh. Ik had het kunnen weten. Die boeken eiersla Courtois. En zijn kusjes zitten weer al niet opgegeten. Oh, Dante van Zeur. Fees Mertens. Voetbal en laaggeur, dat is in fouten van alle tijden. Jean-Marie Pfastunk, Bob Peterstunk. Wesley Stunk. Oh, mannetjes, van wie is dat nu weer? Ook zijn het alles van onze Kevin. Kevin de Bruine Streep. Dat is een lieve jongen, hè, maar hij moet meer vezels eten. Ah, is, dat is het plekje van onze micromol. Zeg, Romelu. Grote jongen, grote honger. Mag je maar dat chips wel zelf in de valwaks maken, zeg. Allee, hier is het ook weer feest geweest. Ja, dat doen ze geiren, de mannetjes. Zo wat petsen met een handdoek op mekaar spoop. Ja, maar als dat is voor de noepkaas, dan is de gave generaalse heel gauw weg. Is ze, een trozaar. Het is nou ook niet allemaal kommer en kwel, maar waar ik het ook zijn voordelen. De mensen betalen een naam en een bier voor een shirtje dat daar eens in de witstraat gedragen is. Kim, ik hier veel exclusievere dingen dan shirtjes alleen, hè? 50 euro? Zeker, dat is maar wat de zotter voor betaald, hè? Komt Christus kijken, mensen! Oh, en ook eens rekenen!